Ik ben Erel Brilman. We hebben een gecombineerd bedrijf met scharrelvleeskuikens en melkkoeien. 46.000 scharrelvleeskuikens en 60 melkkoeien plus 60 stuks jongvee. Ik run het bedrijf samen met mijn vrouw en mijn vader helpt ook nog mee. We zijn begonnen met het scharrelconcept omdat in onze ogen het dierwelzijn en antibiotica-gebruik erg ter discussie stond. De slachterij die was op zoek naar pluimveehouders voor een nieuw concept op te starten. En via die informatiebijeenkomsten samen met Agifirm hebben we toen besloten om in 2009 te beginnen met scharrelkuikens te houden. Onze filosofie is goed kijken naar de maatschappij wat die vraagt en daarop inspringen. Het scharrelconcept houdt in dat we langzaam groeiende kuikens hebben van het ras Hubbard. Er is dagtechvoorziening, de strobaal ligt er in het hok. Er is een overdekte uitloop. We hebben 100% plantaardig voer en we moeten een graan bijstrooien. Als afleidingsmateriaal hebben wij strobaal in de stal. Die staan verspreid door de hele stal en daardoor kunnen ze mee pikken en scharrelen. Het voordeel van scharrelvleeskuiken is dat je de hout van het aantal hebt op de vierkante meters. En ze groeien minder hard en daardoor ben je minder kwetsbaar voor ziektes. Het antibiotica gebruik is niet heel. We zijn op dit moment vijf jaar vrij van antibiotica. De webcam is door Pluggon hier geplaatst en zo kan de consument in Nederland of in het buitenland zien hoe de kip gehouden wordt en hoe die leeft. Om mensen te betrekken bij ons bedrijf hebben we meerdere malen een open dag gehad. En zo vanuit het dorp en ook met de dierenbescherming een keer een themadag gehad. De kracht van deze keten is dat we samen met de broederij, de voerleverancier en de slachterij allemaal openstaan voor allerlei problemen die voorkomen en die we samen dan oplossen. Het scharrelconcept is veel in aandacht geweest via de slachterij en via de dierenbescherming. En daardoor is ook de KLM hier geweest voor te kijken hoe het in werkelijkheid toeging. En ze serveren dat op lange vluchten. Nou, duurzaamheid, dat wordt een steeds groter punt natuurlijk. Je probeert natuurlijk altijd zo weinig mogelijk energie te gebruiken. We hebben bij de scharrelvleeskuiken twee warmtewisselaars staan die besparen zo'n beetje 50% op aardgaskosten. Die warmtewisselaar die warmt verse lucht voor, zodat die voorverwarmd de stal in komt. En daardoor hoef je minder bij te verwarmen met de kachels. De mest van de scharrelkuiken gaat allemaal naar Moerdijk. Die wordt allemaal verbrand en er wordt groene energie van gemaakt. En de as die komt weer terug in de kunstmestindustrie.